MSB is al langer bezig met het toepassen van slimme technieken, slimme technologieën voor het meten van tijden. Meten van de tijden van het personeel en het meten van de tijden van de machines. Gebeurt door een badsysteem, zowel in de camionettes als alle hoogwerkers, verrijkers, machines die op de werven staan. Tijden worden automatisch opgemeten, berekend, doorgestuurd naar ons netwerk en op de kostenzijde van de werf gezet. Tijden van machines zijn ook belangrijk om te weten wanneer de machines onderhoud moeten krijgen en wanneer de periodieke keuringen moeten gebeuren. Tijden van personeel zijn ook belangrijk om hun eigen loonsberekening en mobiliteitsberekening op het einde van de maand te maken. Een ander voorbeeld van digitalisatie is de communicatie tussen de werf en de werkplaats. Het gebeurt dat ons mensen een stuk dringend nodig hebben, het opmeten, per mail verzenden naar onze computers. Die zet het automatisch in het display van de CNC-bank. Het stuk wordt gemaakt, wordt op een plaats gelegd waar het weer digitaal gecodeerd wordt en 's avonds meegenomen door de mensen die het nodig hebben. Verder zijn wij ook aan het experimenteren met het gebruik van drones. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat drones een gebouw inscannen of fotograferen, gevels, daken die we maandelijks moeten opmeten om ons vorderingsdata te maken. De gegevens van die drones zouden wij rechtstreeks in onze digitale plannen moeten kunnen inlezen, zodanig dat het berekenen van de hoeveelheden automatisch gebeurt.